Dylan, vooral benieuwd, hoe voelt uh, een sprinter zich na die loodzware dag van gisteren? Ja, het was een pittig dagje. Nee, ik voel me op zich wel, uh, ja, wel goed. Maar ook wel lekker om vandaag een beetje, een beetje een rustig gedacht te hebben. Toen ik je gisteren over de finish zag komen, je was vrolijk 2,5 minuut over. Viel het mee? Uh, ja, je weet van tevoren dat het heel erg zwaar wordt. Hè? Die dag ervoor was het gewoon heel naar. Omdat je denkt: van misschien blijf ik nog even aanhangen. En als je dan al meteen gelost bent, dan uh, duurt het voor je gevoel heel lang. En nu is elk heuveltje wat je nog meepakt, is dan uh, is dat mooi meegenomen. Dus ja je, ja, je verwacht het ergste, dus dan valt eigenlijk alles mee. Wel ook opgelucht dan dat zo'n dag goed is verlopen en uh, vooral ook achter de rug is? Ja, ik voor sommige renners al hoor, was het echt wel de zwaarste dag die ze hebben meegemaakt. Natuurlijk ligt het ook aan de renners hoe ze uh, een koers ingaan. Maar dat was gewoon een hele pittige dag met heel veel calls en uh, ja die hebben weer overleefd. Voor de ploeg, niet uh, de beste dag in de Tour, Hoe wordt daar dan uh, met elkaar over gesproken en op teruggeblikt? Ja, natuurlijk is het heel vervelend. Uh, ten eerste voor Robert zelf dat hij, dat hij er zo uit moet vallen. Want hij was gewoon echt dik in orde, heeft hij de dag ervoor laten zien. En, uh, ja, voor de ploeg is het heel jammer natuurlijk. Voor In de Heuvels uh, ja, het wel een pion die, uh, die we minder hebben. En ook Jos voor de sprintrein. Um, hoeveel invloed gaat dat uh, hebben, ook voor jouw sprintrein? Uh, ja, daar moeten we nog heel even gaan kijken natuurlijk. Uh, ja, de meeste ploegen missen nu wel wat renners. Uh, ja, Frans en is er uh, geloof ik vier, uh, vier kwijt gisteren. en uh, ja, Wij nu twee. En Jos voor de sprinten, inderdaad, dat is, uh, dat is jammer, maar uh, daar is niks aan te doen. En De maar weg, bedoelt dat is wat jou betreft uh, weer een concurrent minder? Uh, ja, dat scheelt er wel weer een. Ja, het is wel weer een sprinter die, uh, die weer weg is. Dus dat uh, ja, is voor mij natuurlijk niet heel erg jammer. Maar uh, ja, we blijven gewoon doen doelwit bezig zijn. Dat is proberen om, een, uh, ja, om voor dit winst te gaan. Morgen is er weer een kans. Je zei na nou, de laatste sprintkans: ja, ik moet het misschien maar eens gewoon gaan. Gewoon gaan doen, niet wachten per se op een trein, maar gewoon uh, doen wat het beste voelt. Wat ga jij morgen misschien anders doen? Ja, het is ook steeds in mijn hoofd hè, dat ik eerder wil aangaan, en uh, ja, dat moet ik ook gewoon gaan doen. Uh, niet wachten totdat uh, eventueel kit wel aangaat, en uh, ja, gewoon zelf het initiatief nemen en dan kijken waar het uh, schip strandt. Er zijn er uh, onder andere op Wielefits een hoop tips uh, en kritieken gegeven. Heb je er nog wat goede van uh, tussen gezien staan? Ja, ik heb ze eigenlijk niet echt gelezen of zo, maar ik vond het meer grappig inderdaad. En, uh, vooral uh, mijn lead-out, uh, Robert Wagner, kreeg veel over zich heen, dus dan uh, ja, neem ik het ook een beetje voor hem op. En, uh, ja, dat vond ik niet allemaal terecht, dus dan uh, ja, verdient hij wel een beetje dat ik het voor hem opneem. Want de kritiek, wat je zegt, dat is ja, ja, das, das onzin. Ja, natuurlijk doen we het nog niet perfect, uh, ik zou doe het ook nog niet perfect in een sprint. En, uh, ja, dat, uh, dat zal misschien een keer komen en uh, ja, veel sprinttreinen doen het niet perfect. En, uh, ja, we proberen dat wel en daar gaan we voor. En, uh, ja, lukt het niet, uh, dan is het jammer, we doen echt wel ons best. Dus uh, ja, meer kunnen we niet doen. Ja. Ja, jullie krijgen inderdaad die kritiek in Nederland op die sprinttrein, maar er is eigenlijk nog geen enkele sprinttrein die het, die het redt in deze tour. Weet je hoe dat kan dat, dat die sprinttreinen zo lastig uh, in de rails komen? Ja, er zijn zoveel goede sprinters, en uh, waarschijnlijk heeft iedereen uh, dezelfde tactiek in, uh, in de bus. Dus uh, iedereen wil ook ja, dezelfde tactiek uh, in de wedstrijd laten zien. En, uh, ja, er zijn de meesten maar één plo ploeg die dat, uh, die dat kan. En uh, ja, tot nu toe is dat er uh, eigenlijk nog helemaal geen, denk ik. En uh, zijn het zijn vooral de sprinters zelf die dat uh, met hun lead-out moeten doen. Ja. En morgen, dus gewoon gaan en eerder aangaan dan uh, je misschien tot nu toe hebt gedaan. Ja, wat je uh, vaak ziet dus dat ik gewoon echt aanga en dat er dan weinig overheen komt. En dat, uh, Misschien moet ik ook die durf nu iets meer gaan tonen in, uh, in de Tour de France.